Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom in onze christengemeente Bundemeersen. Ook namens onze herder, heer Bos, jullie welkom. Ik moest jullie allen de groeten doen van de vrouw en het fijne dienst toewensen. Ik ga mijn stukje maar weer lezen. En dat stond de Prediker 3 van vandaag, van 6 december. En het gaat over een tijd voor alles. Alles heeft zijn uur en ieder ding onder de hemel zijn tijd. Een van de dingen die Prediker ontdekt heeft, is dat er voor alle dingen een vaste tijd is. Wij mensen kunnen er niets aan veranderen. We moeten er wel rekening mee houden. Geboren worden en sterven zijn zekerheden die als een paal boven water staan. Je kunt het lijstje dat Prediker in hoofdstuk 3 aan de orde stelt erop naslaan. Sommige dingen zouden we graag anders zien. Bijvoorbeeld het feit dat er een tijd van oorlog en haat en doodslag moet zijn. Maar als we naar de wereld om ons heen kijken, weten we dat die dingen er wel zijn. Al deze dingen gebeuren, maar alles verloopt naar wetmatig. Je kunt met jouw leven die zich afspeelt tussen geboorte en sterven van de wereld een betere plaats maken. Je kunt een instrument zijn om het verdriet van de pijn van een andere te verlichten. Je kunt met je leven een positieve bijdrage leveren aan Gods herscheppingsplan. Hoewel er des vaste tijden bestaan voor de gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis, zijn jij en ik elke dag verantwoordelijk voor de manier waarop we onze kostbare tijd besteden. We kunnen van invloed zijn. Heren, wilt u me helpen om de tijd die u me geeft zo te gebruiken dat ik een instrument in uw hand zal zijn om van de wereld een betere plaats te maken. Amen. Alles heeft zijn uur en zijn tijd. Het is altijd tijd om te leven tot eer van de Heer. Ja mensen, het is zo. De tijd die we hier zijn, die we krijgen op aarde. De ene krijgt min tijd, overlijdt vroeg. De ene krijgt een hoge leeftijd, aanvul het maar in. De ene krijgt een prachtig gezond lichaam. Maar er zijn ook mensen die krijgen een minder gezond lichaam. En daar moeten we toch allemaal doorheen voor gaan. Met die tijd die ons God gegeven heeft. Daarom vraag ik u, maar ik bid er ook iedere dag voor mensen, dat we samen kunnen we veel doen. Bidden voor de eenheid hier in de gemeente. Dat we elkaar steunen. In goede tijden en slechte tijden. En dat vind ik iets, voor mij althans, een groot goed, wat de Heer ons toch wil geven, denk ik. Ik was vanmorgen even, toen ik met de fiets ging halen, in de kelder. We wonen nu in een flatje. Er komt daar zo'n oude Italiaan, hij was 84 ook. En ik zag die man altijd vroeg vertrekken met die scooter. Ik zeg, jongen, waar ga je al zo vroeg met dat scootertje naartoe? Ik ga naar de vrouw, zei hij. Ik zeg, is je vrouw er niet bij je thuis? Nee, mijn vrouw is al lang dood. Die liggen in mijn streek begraven, zei hij toen. Ja, het eerste wat me opkwam. En ik zag, de man had een beetje verdriet in de ogen. Ik zeg, jongen, geloof je niet in Jezus Christus, de verlosser? En dan werd hij nog emotioneler. Ik weet de naam van die man niet zo, hè. Ik zeg, jong, we hebben allemaal de vrije wil gekregen van onze lieve Heer. Jij ook en ik ook. En dan ben ik gegaan. Maar onder het fietsen naar hier toe, dan vroeg ik toch. Ik zeg, Heere God, geef deze man vreugde in zijn hart. Laat hij gaat nadenken. Want hij geloofde niet. Hij heeft wel de kracht altijd voor 2 keer per dag naar zijn vrouw te gaan. In Maastricht naar het kerkhof. En dan denk ik toch dat hem Jezus toch ook de kracht kan geven voor genade te denken. De tijd die hij nog heeft hier, op zijn oude leeftijd. Dank u wel mensen, even voor de aandacht. De heer Bos zal als voorgaan in de samenkomst. Ja, we zingen de dienst.
Dankjewel, Sjaak. Dat was een mooi begin, Sjaak. En ik zeg wel eens, ik heb het mooiste beroep van de wereld, want ik heb altijd goed nieuws. Maar dat geldt eigenlijk voor ons allemaal. En dat deed jij vanmorgen naar deze meneer toe die je ontmoette. We hebben altijd goed nieuws, want we mogen andere mensen altijd over Jezus vertellen. En hij is het licht van de wereld. Hij wil het licht maken in onze donkere levens, met alle moeilijke dingen die er zijn. Maar we hebben altijd goed nieuws. Dankjewel. Iedereen van harte welkom. Fijn dat we hier kunnen zijn en elkaar mogen ontmoeten. Maar bovenal mogen we ook weten dat God ons wil ontmoeten. Dat zijn hart voor ons openstaat. Ik wil nog even een paar dingen noemen. Deze week zijn er weer kringen, voor zover dat lukt. Dus als je meer wilt weten, klopt dan even aan bij je kringleider. Dus misschien gaat het online, misschien er is een plek waar je kunt samenkomen. Verder hebben we morgen de Bijbelklas voor Farsi-sprekenden, dat is weer om 8:30. En we hebben straks na afloop van de dienst een mooi verhaal van Petra, die ons gaat vertellen over onze gemeente-app. Dus blijf straks na afloop van de dienst allemaal nog eventjes zitten. Want nu krijgt iedereen iedere week een nieuwsbrief met wat informatie vanuit de gemeente. Maar we hebben nog iets veel beters in petto. En voortaan komt al het nieuws ook daarin. Maar hoe dat allemaal werkt, zal ze straks vertellen. Dan wil ik ieder graag gezegende dienst wensen, hier of ook thuis, als je meekijkt via YouTube. En dan gaan we de tweede adventskaars aansteken, want het is vandaag de tweede adventszondag. En ik heb begrepen dat jij dat doet, Viola? En je hebt er eerst een mooi gedicht, een mooi verhaal bij. Ga je gang. Als je blijft verwachten, hopen dat het anders wordt, krijg je nieuwe krachten, lijkt het donker ingekort. Als je blijft verwachten wat de toekomst brengen zal, krijg je nieuwe krachten, kijk je verder dan de stal. Als je blijft verwachten, vol verlangen naar die dag, krijg je nieuwe krachten, voel je dat je leven mag. Als je blijft verwachten, ook al lijkt de strijd verloren, krijg je nieuwe krachten, want hij is in jou geboren. Nou, dat is een heel mooi begin, denk ik. Prachtig, dankjewel. En het is wat hoog, maar jij bent lang genoeg, denk ik. Als jij de tweede adventskaars wil aansteken, dat ligt er alleen. Dankjewel, heel fijn. Dus het wordt steeds lichter, daar gaan we het er straks over hebben ook nog. We gaan met elkaar luisteren naar het eerste lied in deze dienst. Dat is een lied in het Farsi. En we hebben het denk ik één keer eerder gehoord. Dat is het lied Chom Ben Jaram. Wat zijn er machten in de wereld? Daar zal het ook in deze dienst over gaan. Maar God staat boven alle machten. U bent de eerste en de laatste om koning van mijn hart te worden, zegt het lied. Heel mooi. We gaan er met elkaar naar luisteren. سلطان عالم شد
شوند شاه ما جان خود بداد تا سلطان قلبم شوند عاشقانه سرایم چون دانم شاه من توی عشقم توی فخرم توی محبوب و سلطانم توی بر طرز هر قدرت توی همم توی آخر توی نور تاری Misschien een mooi gebed, maar ook persoonlijk te bidden dat Jezus de koning van mijn hart zal zijn. We hebben ook een moment nu om een persoonlijk gebed uit te spreken. Daarna zal ik korte belijdenis en goed uitspreken, een welkomsttekst. Maar ik denk dat het goed is om eerst te gaan staan en even een moment tijd te nemen voor gebed. In deze dienst verwachten we het van de God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Hij blijft altijd trouw en geeft gelukkig zijn plannen nooit op. En dat mag ons ook moed geven voor deze dienst en ook verwachting. Nou, in zijn naam mag ik u en jou ook groeten. Er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ik lees een welkomstekst vanuit het laatste Bijbelboek, Openbaring 5. En daar klinken de prachtige woorden, een loflied op Jezus Christus. Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe en alle kracht, eer, lof en dank. Nou, zo mochten we deze dienst ook beginnen met dat mooie lied. En dat sluit hier ook bij aan, denk ik, dat we hem willen eren. In heel ons leven en dat doen we ook in onze woorden. Daarom is het ook mooi, denk ik, dat het nu ook terug mag komen in het lied waarnaar we gaan luisteren. Gods werk is niet te keren, omdat hij erover waakt. Zijn plannen gaan door. Zullen we gaan zitten en luisteren naar dit lied?
We gaan met elkaar verder met het lezen van het boek Zacharia. En ik denk dat het goed is dat we nu bij de opening van de Bijbel ook bidden. Om de hulp van Gods geest en een open hart. Zullen we met elkaar bidden. Vader in de hemel, wij willen u danken dat we vandaag de zondag mogen vieren. En dat we aan het begin van een nieuwe week eerst bij u mogen zijn. En onze aandacht op u en uw woord mogen richten. We willen u ook danken dat de Bijbel mag opengaan. Want daar hebben we ook echt behoefte aan. Dat uw woord ons in deze moeilijke tijd, deze crisistijd, de weg wijst. En we willen u bidden. Geef dat wat we lezen ons moed mag geven, hoop mag geven. Dat we weten vol te houden. En het ook in deze nieuwe week van u verwachten. Help ons ook om die stap te zetten. Misschien voor het eerst of opnieuw. Dat we ons leven aan u toevertrouwen. Dat het goede nieuws van de komst van Jezus Christus in ons opnemen en ons overwonderen. Wie bent u toch dat u omkijkt naar deze wereld en ons en ook mij heel persoonlijk. Dat u uw eigen zoon hebt gezonden, het liefste wat u had gegeven hebt. Om onze harten te winnen voor uw plannen en onze harten te richten op uw toekomst. En om de liefde van Jezus te beantwoorden. Wilt u ons ook helpen om dat te doen? En om te breken met zonden die in ons leven zijn. En ons niet te richten op andere dingen, op afgoden. Dingen van, ja, zoveel mensen en wij zelf misschien ook denken. Maar dat is belangrijk, daar moet ik het van verwachten. Maar dat we al onze hoop en verwachting op u richten. U bent de God die alles in handen hebt. U bent de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En zo willen we het van u verwachten. Wil ons zo zegenen als uw woord openen. Wil met uw Heilige Geest ons leiden. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. We zijn deze adventstijd, vorige week zijn we begonnen met het lezen van het boek Zacharia. We gaan het niet helemaal lezen. Het is nog best een dik boek. 14 hoofdstukken telt het maar liefst. En het bestaat ook uit twee gedeelten. Het eerste boek van Zacharia bevat 8 visioenen. Nou, daar richten we ons op, maar we lezen de eerste 4. Dus elke adventszondag 1 visioen. Het is misschien goed om nog even iets van de achtergrond weer te geven, ook voor de mensen die er misschien vorige week niet waren. Zacharia kwam uit een priesterfamilie, weten we. En hij is met zijn familie teruggekomen uit Babel. En zij zijn gekomen weer in hun eigen land Israël. In 586 waren veel mensen uit Israël in ballingschap terechtgekomen in Babel. Babyloniërs waren heer en meester toen in het Midden-Oosten. En ze hadden de tactiek om met name de leiders van een volk, maar ook de vakmensen, in ballingschap mee te nemen naar hun eigen land. En dan verzwakten ze zo de landen die ze veroverd hadden. En hoefden ze ook niet bang te zijn voor een opstand. Dus zo waren de Israëlieten in Babel terechtgekomen. Maar in 536 mochten ze van een Persische, een Iraanse koning, jawel. Ik heb vorige week al gezegd dat Iran eigenlijk best wel heel vaak in de Bijbel staat. Nederland kom je nergens tegen, helaas. Maar Iran wel. Het was een Iraanse koning, Persische koning. Koning Cyrus, Kores wordt hij ook wel genoemd. Die de Israëlieten weer liet teruggaan. Dus mensen gingen in groepjes terug, kwamen in Israël en moesten hun land weer opbouwen. Maar dat viel tegen. En het was al een hele klus om de muren van Jeruzalem te herbouwen, maar ook de tempelbouw stagneerde. Er waren niet voldoende bouwmaterialen, dan was er weer tegenstand van de Samaritanen. Het was niet gemakkelijk. Ja, dat frustreerde de mensen. Het was nog steeds eigenlijk een soort crisistijd. Vergelijk het maar met onze tijd op een bepaalde manier. Het was moeilijk. Mensen waren teleurgesteld, moedeloos, zagen het niet zitten. En dan, na wat pogingen ook van Ezra, en de profeet Haggai had er ook toe opgeroepen, laten we nou de tempel herbouwen, maar het wilde allemaal niet. Dan komt het woord van God tot Zacharia in 519 voor Christus. En dat is dan weer het mooie. God vergeet ons niet. Maar hij komt met visioenen waarin hij de toekomst duidelijk maakt. En daarmee wil hij de Israëlieten en ook ons bemoedigen. Nou, wij lezen ze alle 4.
Het roept ook verwachting op, wat past bij de tijd van Advent en toeleven naar Kerst. We hebben vorige week gezien dat er ruiters de aarde over worden gestuurd en die moeten melden wat er gebeurt. En hun antwoord luidt, niets te melden. Gebeurt niks, geen nieuwsuur. Je hoeft de tv niet aan te zetten, want er valt niks te melden. Nou, dat blijkt dan toch wat anders te liggen, want dat is onze eerste indruk, want God is wel degelijk aan het werk. Vandaag gaan we kijken naar machtswisselingen die er zijn en je hebt het gevoel dat je machteloos moet toekijken. Nou, de komende weken gaan we nog kijken naar problemen op de woningmarkt, die had je dus toen ook al. En vervolgens naar brandhout, ja, dat gevoel heb je misschien wel eens. Ook als je naar jezelf kijkt van wat komt er nou uit mijn handen en wat kunnen we mensen nog. En tenslotte gaan we bij Kerst kijken, tekst uit Titus, naar de toekomst dichterbij. Nou, vandaag gaan we naar het tweede visioen kijken. En dat is te vinden in Zacharia 1. En we lezen ook nog even wat eraan vooraf gaat. Vers 12 beginnen we tot met vers 21. Misschien moet ik even zeggen, maar zoet, als je het opzoekt in sommige Bijbels, maar het is ook net, ja, geldt ook voor de Nederlandse edities, staat dit gedeelte, dat tweede visioen, in hoofdstuk 2. Hoe dat in de Iraanse Bijbel is, weet ik niet. Maar klopt het, vers 12 tot met 21? En anders moet je misschien bij vers 12 beginnen en gewoon straks doorlezen tot hoofdstuk 2, vers 4. Dat zou ook kunnen. Maar ik denk dat je in hoofdstuk 1 gewoon bij vers 12 kunt beginnen. Ja? Oké. Okay. Dus dan lezen Zacharia 1 vanaf vers 12. Dat is wat er na het eerste visioen komt. Toen antwoordde de engel van de Heere en zei, Heere van de legermacht, hoe lang is het nog dat u zich niet ontfermt over Jeruzalem en over de steden van Juda, waarop u deze 70 jaar toornig bent geweest? Wat duurt het lang allemaal? Komt er nog verandering? Wat wij ons ook afvragen in deze crisistijd. De Heere antwoordde de engel die met mij sprak met goede woorden, troostrijke woorden. Kijk, zo is God. En de engel die met mij sprak, zei tegen mij, predik, zo zegt de Heer van de legermacht. Met grote naijver, met grote passie, hartstocht, zet ik mij in voor Jeruzalem en voor Sion. Maar ik ben zeer toornig op die zorgeloze heidenvolken. Ik was een weinig toornig, maar ze hebben geholpen het erger te maken. Daarom, zo zegt de Heere, ik ben naar Jeruzalem teruggekeerd met barmhartigheid. Mijn huis, de tempel, zal erin herbouwd worden, spreekt de Heere van de legermacht. En het meetlint zal over Jeruzalem uitgespannen worden. We gaan dat zien in het visioen van volgende week. Predik verder, zo zegt de Heere van de legermachten, mijn steden zullen nog uitbreiden vanwege het goede. De Heere zal Sion optroosten. En Jeruzalem opnieuw, ik heb gezegd, vorige week, dat is eigenlijk een betere vertaling. En Jeruzalem opnieuw verkiezen. God kiest opnieuw voor Jeruzalem en voor zijn volk. En dan komt het tweede visioen. Ik sloeg mijn ogen op. Vorige week hebben we gezien, het was wel 's nachts. Dat is zo'n moment van rust. Soms moet je echt tijd, rust nemen om Gods stem te horen, om te zien wat God wil doen. Nou, zo kreeg Zacharia een tweede visioen. Ze komen allemaal in één nacht. Ik sloeg mijn ogen op en zag en zie vier horens. En ik zei tegen de engel die met mij sprak, wat betekenen deze horens? En hij zei tegen mij, dat zijn de horens die Juda, Israël en Jeruzalem verstrooid hebben. De mensen kwamen overal terecht. Vervolgens liet de Heere mij vier smeden zien. Toen zei ik, wat komen die doen? Hij zei, dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. Maar deze zijn gekomen om hun schrik aan te jagen en om de horens van de heidevolken neer te werpen, die de horen opgeheven hebben tegen het land Juda om het te verstrooien. En tot zover dan het tweede visioen.
We gaan er samen over nadenken, maar ik wil eerst aan de kinderen vragen om even naar voren te komen. Dan praten we er nog eens eventjes over door. Ik moet het met jullie maar eens eventjes hebben over de kaarsen die we aansteken. Want vorige week zijn we ermee begonnen, hè? Waarom doen we dat eigenlijk? Wat denk je, Elsa? Je zegt het nog eens? Ja, volgens mij praat je een beetje met een volle mond. Dus... Omdat we van God houden. Ja? En wat denk jij, Viola? 4 weken om af te tellen voor kerst. Om af te tellen voor kerst. Ja, want als de 4e kaars brandt, dan is het nog geen kerstfeest. Bijna kerstfeest. Ja, maar dat duurt 4 weken. Hè? Nou, in ieder geval kun je zien dat iedere keer als wij een kaars aansteken, wordt het steeds een beetje lichter. Maar het is best wel donker. Als ik 's ochtends wakker word, dan is het nog donker. Ja, als je hebt uitgeslapen misschien niet, maar als je 's ochtends wakker wordt, dan is het nog heel donker. Het is heel donker. Nou, en dan doen we de lichten aan. En wat wij doen in de kerk is het ook eigenlijk licht maken. Want het is in de wereld ook wel een beetje donker, een beetje somber. Met alle nare dingen die er gebeuren, zou je kunnen zeggen. Dan wordt het steeds een beetje lichter. En dan doen we een kaars aan. En dan zien we dat het steeds lichter wordt, want we komen steeds dichter bij kerst. En Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. Dan komen de liefde en de genade, de hulp van God, ga je overal steeds beter zien in deze wereld. Wordt het steeds een beetje lichter, zou je kunnen zeggen. Want donker is het wel. En dat betekent dat er ook een heleboel nare dingen gebeuren. Nou, daarover ging het in de Bijbel vanochtend. En God maakt duidelijk in dat visioen, een soort droom die je kunt hebben, kan God laten zien wat hij doet. Dan maakt God duidelijk dat al het slechte in de wereld zal verdwijnen. En er zijn een paar smeden. Hebben jullie wel eens een smid aan het werk gezien? Ze zijn er niet veel meer, hè? Nee. Nou, een smid heeft een grote hamer. Een vuur waar staal in zit, bijvoorbeeld als hij een hoefijzer moet maken, dan komt dat eerst in het vuur en dan kan hij het hoefijzer bewerken en dan slaat hij er met zijn hamer op. Nou, in dat visioen komen 4 smeden en die kunnen met die hamer al het kwaad, alles wat verkeerd is, kapot slaan. Dan heeft het niks meer te zeggen, heeft het niks meer te vertellen. Nou, zo wil God in deze wereld werken en al het kwaad wegmaken. Nou, daar gaat dat vanochtend over. Maar, ik moet jullie zeggen, stond niet in de tekst, maar dat ga ik vertellen. Er is nog een ander wapen, zou je kunnen zeggen, nog iets anders wat God gaat gebruiken om al het kwaad een eind te maken. Moet je vooral letten op het laatste plaatje wat straks komt. Maar dat ga ik nog niet verklappen, moet je maar zien. Oké, dank jullie wel. Dan nu het moment, denk ik, voor de collecte. Er zijn 2 collecten vandaag. En de eerste collecte is voor het werk in onze eigen gemeente. En de tweede wordt kinderwerk, jeugdwerk, van harte aanbevolen. Codes liggen ook hier weer. En ook achter, bij de balie. En natuurlijk zijn de mandjes er straks ook voor de mensen die liever contant willen geven. Ook de link is te gebruiken. Voor sommige mensen vinden het een beetje puzzelen met de code. Maar via de mail is ook een link verstuurd en ook dan is het gemakkelijk om even een bedragje over te maken. Welkom. Dan gaan we nog met elkaar een psalm hardop uitspreken. En dat is een gebed. God, geef genade. God, geef genade, geef uw zegen, toon ons uw stralende gezicht. Op aarde kent men dan uw wegen, de wereld ziet uw reddend licht. Laat elk volk u prijzen,
u de eer bewijzen. Zeggen, God is goed. Laat de wereld zingen van de grote dingen die u deed en doet. Laat alle volken zich verblijden, omdat u wereldwijd regeert. U zult de landen eerlijk leiden, elk onrecht wordt door u gekeerd. Laat elk volk u prijzen, u de eer bewijzen, zeggen God is goed. Laat de wereld zingen van de grote dingen die u deed en doet. We gaan samen kijken naar de betekenis van het tweede visioen. Deze visioenen geven verrassend uitzicht. En vandaag gaat het over machteloos toekijken. Ja, het duurt niet zo lang meer. Of we hebben in Nederland weer verkiezingen. En het is aftellen. Je merkt het ook wel aan... de speeches, de redenvoeringen van de politici in de Kamer. Ze proberen elkaar alweer een beetje dwars te zitten, om zo te zeggen. En te laten zien dat de politieke standpunt die zij hebben net even iets beter zijn dan die van de andere politieke partij. Nou, hoe het zal gaan, dat is een beetje koffiedik kijken natuurlijk. De afgelopen weken was er weer aardig wat te doen op het politieke speelveld. Als je het nieuws een beetje hebt gevolgd, dan kan het zomaar ineens anders worden. Maar hoe het straks zal zijn, we weten het niet precies. Maar ja, het zou ook kunnen zijn dat we een andere regering krijgen. In ieder geval is het zo dat in Nederland de veranderingen niet heel groot zijn. Wel eens wat andere partijen, een beetje ander programma. Maar goed, in ieder geval kan ons land altijd wel op een goede manier bestuurd worden, gelukkig. Maar dat is anders als je bijvoorbeeld in Belarus, in Wit-Rusland woont. De afgelopen maanden zijn er geregeld en nog steeds, gaat nog steeds door, allerlei protesten geweest. Duizenden mensen die de straat op gingen omdat ze protesteren tegen de regering van Lukashenko. Een echte dictator die al heel lang aan de macht is. En hij wil maar niet weg. Maar als hij weg zou gaan, en er een nieuwe regering komt, ja, dan kan dat in dat land een echt grote verandering betekenen. En een verbetering, zul je ook moeten zeggen. Maar niet elke machtswisseling is een verbetering. Denk dan bijvoorbeeld aan Hongkong, waar de Britten weg zijn gegaan en waar de Chinezen terugkomen. En dat wordt steeds moeilijker in Hongkong, dus dat is eigenlijk niet een verbetering. Om zo te zeggen. Wat wij in de Bijbel hebben gelezen vandaag in het tweede visioen, nou, dat is wel een verbetering. De machtswisseling waarover je daar leest. En daar zullen ze ook heel blij mee zijn geweest als ze daarover lezen, als ze erover horen. En voor Zacharia is dat eigenlijk ook heel mooi om te zien dat er als het ware een soort hemelse regie is en dat God kan ingrijpen. En de situatie ook kan verbeteren. En het mooie is dat in deze moeilijke tijd voor Israël God met een boodschap komt. En opnieuw een visioen. En je moet ze inderdaad maar eens even optellen. Het zijn er wel 8. Het is niet 1 keer dat God Zacharia en de mensen in Israël bemoedigt. Maar keer op keer, het gaat heel overvloedig, komt er weer een nieuw visioen en weer een, er valt nog meer te zien. En ook dat is voor ons een aanmoediging. Als je de Bijbel leest, kom je heel veel visioenen tegen. Iedere keer weer bemoedigingen die vanuit de hemel worden gegeven en die we ook in deze crisistijd denk ik wel nodig hebben. Van hou maar vol, God vergeet je niet. En God laat je zien, het wordt echt anders en het gaat beter worden. God gaat door met zijn plannen. Nou, als je het zou optellen, het zijn er enorm veel in de Bijbel. Nou, ook hier in 1 nacht komen al die 8 visioenen op Zacharia af als een duidelijk beeld van wat God wil doen in de toekomst. Hij vergeet je niet. Dan moet je daar natuurlijk ook wel aandacht voor hebben.
Je kunt natuurlijk ook je ogen sluiten, met oogkleppen in de wereld rondlopen, en ook de komende week. Maar dit schudt ons even wakker. Heb je oog voor wat God zegt? Heb je oog voor wat God laat zien? Je kan je wel helemaal mee laten nemen door allemaal alles wat er gaande is. Maar zie je wel dat God bezig is? En zie je wel dat grote moment met kerst, we gaan het binnenkort vieren, toen God zelf zijn eigen zoon zond. Veel groter kan het teken, de duidelijkheid toch niet zijn, dat God je niet vergeten is. Zie je het? Wat wil heel concreet dan dit visioen ons duidelijk maken? Al die machtswisselingen, nou, we gaan er naar kijken, volgende scherm. En er zijn denk ik drie dingen waar we op willen letten. Laten we eerst eens eventjes kijken over wat dat visioen duidelijk maakt. Over die horens, vervolgens over de smeden. Maar dat visioen dwingt ons ook eigenlijk om verder te kijken. En dan heb ik het over het lam. We gaan eerst naar die vier horens. Het eerste wat je opvalt als Zacharia dat visioen te zien krijgt, is het getal 4. Dat getal 4 is het getal van de wereld, van de aarde. Denk aan de vier windrichtingen, noord, oost, zuid, west. Of zoals ze toen zouden zeggen, de vier hoeken van de aarde. Je kunt ook denken aan de vier jaargetijden. Ieder jaar weer, gaat dat maar door. Je kunt ook denken aan de vier elementen die men vroeger zag als datgene waar de wereld uit bestond. Vuur en water, aarde en lucht. Dat getal 4 is typisch een getal van de wereld, van de aarde. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het getal 3. Het getal 3 is een tal van God. Maar 4 is het getal van ons als mens. En vervolgens wordt gezegd dat het om 4 horens gaat. Nou, een horen is een teken van kracht. Wandelen dan wel eens, met name in de zomer, maken we dan wel eens wandelingen in onze vakantie. En als we dan door een natuurgebied komen en vervolgens door een stuk boerenland, en in een van die weiden daar is een stier, dan wil ik toch wel even een ommetje maken. Je weet het maar nooit met die beesten, en als ze hun dag niet hebben, ja, dan heb ik de mijne ook niet, denk ik. Dan maak je liever een ommetje. En als je naar die beesten kijkt, wat enorme spierenbundels zijn dat. En die horens, nou, die kunnen heel scherp zijn en ook gemeen kun je daardoor bezeren. Horen is een beeld van kracht. Nou, in de tijd van de Bijbel was dat ook zo. En je komt, als je daarop gaat letten, op allerlei plekken in de Bijbel dat beeld ook tegen. Ik wil even een paar voorbeelden geven. Bijvoorbeeld in Deuteronomium 33, vers 17. Deuteronomium 33. Vers 17. Daar wordt over Jozef gezegd en zijn nakomelingen, de stam van Jozef. Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund en zijn horens van de wilde os, staat er nog eens bij. Nou, dus dat is een krachtige stam. En dat beeld van die horens maakt dat nog eens duidelijk. Echt, daar kun je wel wat van verwachten. Die hebben wel wat in de melk te brokkelen, om zo te zeggen. Maar dat beeld kan ook bijvoorbeeld van God zelf worden gebruikt. In de psalmen, ik noem even een psalm, psalm 18, kom je er bijvoorbeeld tegen. En dan vers 3, psalm 18, vers 3. Daar wordt gezegd, de Heer is mijn rots en mijn burcht en mijn bevrijder. Mijn rots, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de horen van mijn heil. Met andere woorden, dat heil, de redding die God brengt, ja, dat is niet meer een beetje, maar het is heel krachtig, een horen van heil. Zeer sterk is God in het redden van mensen, verloren mensen, zondige mensen. Maar God is daar heel sterk in, heel krachtig. Hij kan dat voor elkaar krijgen, om zo te zeggen. Een ander moment, ik heb er ook even een plaatje van meegenomen, is bijvoorbeeld waar je in de Bijbel die horens tegenkomt, bij het altaar dat in de tempel stond. Op de vier hoeken, denk weer even het getal 4, op de vier hoeken van het altaar waren horens te zien. Op dat altaar werden
offers gebracht ter ere van God. Een teken ook dat het met God goed mocht zijn. Teken van verzoening. Nou, die redding die God wil geven, die is om zo te zeggen heel krachtig. Gaat vier kanten op, gaat de wereld over, mag overal bekend zijn. Dat goede nieuws van wat God doet. Dus op allerlei plekken in de Bijbel kom je dat tegen. Dat beeld van een horen, heel krachtig, heel sterk. Nou, dat is wat we in dit gedeelte, in dit visioen dus ook tegenkomen. Vier horens, dat betekent dus aardse machten. Die heel sterk zijn, die heel krachtig zijn. Waar moet je dan concreet aan denken? Nou, ik denk dat Zacharia in zijn tijd vooral heeft gedacht aan de Assyriërs en de Babyloniërs. Die twee volgden elkaar op. Krachtige volken die grote delen van de wereld veroverd hadden. Dus aardse machten, grote machten. Maar die ook grof en niets ontzien geweld hadden gebruikt. Die vreselijk tekeer waren gegaan bij het veroveren van allerlei andere landen en volken. En dat zien we aan de opmerking die ook gemaakt wordt in vers 21, waar staat dat waren de horens die Juda verstrooid hebben, dus de mensen kwamen overal terecht, zozeer dat niemand zijn hoofd kon opheffen. En als je hoofd opheft, dan heb je nog verwachting. Nou, alle verwachting was weg. De volken die veroverd waren, die hadden geen enkele hoop meer en die hadden niets meer te verwachten. Dus ze konden hun hoofd niet meer opheffen. Had toch geen zin meer. Het zou toch allemaal niks worden. Nou, wat je hier ziet, is eigenlijk een beeld van de aardse machten die de wereld overgaan. En daar zit iets in van de vijandschap voor het volk van God. En als je dan ook denkt aan die tijd, dan waren het de Babyloniërs die het leven van de mensen in Israël zuur maakten, om zo te zeggen. Maar het is ook iets wat alle eeuwen door gebeurt. Als je aan de christenen denkt, als je aan de kerk denkt. De afgelopen eeuw zijn er meer christenen vervolgd dan alle eeuwen daarvoor bij elkaar. Dat gaat altijd maar door. Dan moet je zeggen, soms geven christenen, en soms geven ook de joden daar zelf ook aanleiding toe. En dat was ook in de tijd van Israël zo. Israël had zich zo misdragen dat God het een halt toe moest roepen. En God had daarbij vreemde volken, vreemde machten bij ingeschakeld. Maar nu blijkt dat ze veel te rigoureus tekeer zijn gegaan, zeg maar. Dat het veel te ver is gegaan, dat ze zich misdragen hebben. En dat het eigenlijk helemaal ontaard is, dat geweld tegen het volk van God. Nou, je zou kunnen zeggen, het is dus vijandschap alle eeuwen door tegen alles wat met God te maken heeft. En wat wij ook in onze tijd kunnen ervaren. Wat je ook terugziet in die woorden van Petrus die in zijn eerste brief zegt, de Satan, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw. En die schakelt allerlei machten ook in, gebruikt ook van alles en nog wat om tekeer te gaan tegen het volk van God. Het is de Satan zelf die beukt met zijn horens op de deuren van de kerk en op de deuren van ons hart. Die het ons ook heel persoonlijk in ons leven lastig kan maken en moeilijk om op God te vertrouwen. En dat ervaar je misschien in je eigen leven ook wel. En let er maar op. Dat juist op die momenten dat je in gebed wilt gaan, juist op die momenten dat je met de dingen van Gods koninkrijk bezig bent, dat er dan opeens andere dingen aan de orde komen. En dat je niet volledig aan God kan geven. Satan is ook bezig om verdeeldheid te zaaien. In kerken, tussen christen, ga maar door. Hij is altijd bezig. En dan kan ik in je eigen leven de dingen overhoop halen. Nou, dat zijn die machten die in de wereld bezig zijn. Horens. Dat is het eerste in dat visioen. Maar dan het tweede. En dat is heel opmerkelijk als je daarop gaat letten. Want wat komt er dan? Vers 20. Vervolgens liet de Heer mij vier smeden zien. Die smeden komen zo wel. Maar eerst even dit zinnetje. Dit is een heel opvallend zinnetje. Bij die andere visioenen kom je dat eigenlijk niet tegen. Kijk ook maar naar het eerste vers, vers 18. Ik sloeg mijn ogen op en zag, en dan komt het visioen.
Je zou nu verwachten, het visioen gaat verder. Ik sloeg weer mijn ogen op en zag. Maar hier staat dat God zelf hem erop attent moet maken wat er nu komt. En dat is heel opmerkelijk. Het is heel apart dat dat er nu apart wordt bijgezet. Andere keren niet en hier wel. De ogen van Zacharia moesten voor het vervolg van dat visioen geopend worden. Anders had hij het misschien helemaal niet gezien, had hij het niet opgemerkt. Let er nou toch op, Zacharia. Blijf niet alleen maar naar die horens kijken, maar er is nog wat meer te zien. Nou, dat is ook natuurlijk een opmerking, denk ik, onze kant op. Wat is nou datgene wat wij in deze periode ook de meeste aandacht geven? Alle problemen die er zijn, alle noden die er zijn in de wereld, en alle dingen waar we over te klagen hebben. Dat zijn toch vaak de negatieve dingen waar wij volop aandacht voor hebben. En nu is het ook in dit visioen zo, dat God ons erop attent moet maken. Van let nou eens op. Maar er zijn ook positieve dingen in de wereld gaande. Er zijn ook andere dingen bezig in de wereld. Nou, het is heel duidelijk in dit gedeelte dat wij ons niet blind moeten staren op de problemen die er zijn in de wereld, op alles wat er misschien misgaat, ook in deze crisistijd. Maar je moet letten op het vervolg van dit visioen. En dan komen we daarbij. Dus God zelf zegt, kijk eens even de andere kant op. Want ik ben ook bezig in deze wereld. En wat krijgen we dan te zien? 4 smeden. En als je let op die smeden en wat zij aan het doen zijn, dan ga je anders in het leven staan, dan ga je anders in de wereld staan. Het is Gods stem die tot ons klinkt en ons duidelijk maakt, let nou eens op wat er gaande is in de wereld, wat ik aan het doen ben. En wat betekent dat dan? Wat betekenen die smeden? Nou, die smeden, die hebben iets positiefs over zich. Die betekenen verlossing, die betekenen verademing. Dus er is wat gaande, wat die smeden heel zorgvuldig aanpakken. Dat woord wat hier met smid is vertaald, zou je ook met vakman kunnen vertalen. Het zijn bewerkers van steen, van hout, van ijzer. Het is echt een vaklui, zou je kunnen zeggen. Er wordt met overleg te werk gegaan. Er wordt niet zomaar wat gedaan of zo. Nee, er wordt met overleg, met wijsheid, met kundigheid wordt er gewerkt. En dan moet je je voorstellen dat het 4 machten tegen 4 andere machten zijn. Voor iedere hoorn is er een smid. En ik heb maar even zo'n hamer meegenomen. Nou, daar kun je flinke klappen mee uitdelen. Stel je voor dat je zo'n hoorn hebt en zo'n smid met zijn hamer en met zijn power en met zijn kundigheid, nou, die weet zo'n horen te vermorselen. En er blijft niks van over. Er zit grote kracht en kundigheid bij die smeden als die aan het werk gaan. Dat is het beeld wat we in dit gedeelte zien. Dus voor elke horen, wees niet bang. Daar is ook een smid met zijn hamer. Voor elke vijand is er ook een vakman en een hamer. God grijpt in. En zo mag Juda dat ook weten. Want het wordt hier wel duidelijk, in Juda waren geen smeden meer op dat moment. Die waren allemaal in ballingschap meegevoerd. Maar op dit moment zijn ze er weer. Met andere woorden, God zal ervoor zorgen dat er weer smeden zijn die het kwaad kunnen aanpakken. Tegelijkertijd moet je zeggen, ook die smeden zijn aardse machten. 4. Ik heb gezegd, dat is het getal van de wereld, van de aarde. Het zijn aardse machten. Aardse machten. En toch kun je er soms heel blij mee zijn. Bijvoorbeeld periodes. Dat de legers kleiner worden. Dat er in een land bijvoorbeeld weer democratie komt. Dat er weer vrede komt. Dat er rust is. Dat er de rechtspraak goed functioneert, zeg maar. Dat we in vrijheid kunnen leven. Nou, je kan best heel blij zijn met die smeden die de horens hebben aangepakt, om zo te zeggen. Dat geeft troost, denk ik. Dat de geweld en onrecht in deze wereld niet alles voor het zeggen hebben. Maar dat God zorgt voor smeden waardoor rust en vrede in deze wereld kan komen. En alles een beetje leefbaar is.
Tegelijkertijd moet je zeggen, ze zijn het koninkrijk van God nog niet. Het zijn aardse machten. En daarom wil ik er nog iets aan toevoegen, waar denk ik de Bijbel in zich heel naartoe wijst. En dit visioen maakt misschien ook dat verlangen wel in ons wakker. Dat is het laatste. Want hoe zit dat dan? De kerk is klein en kwetsbaar, ook in ons eigen land. De kerk is alleen maar kleiner geworden. Overal in de wereld worden christenen vervolgd en hebben dat moeilijk. En dan denk je, hoe zal het aflopen om christen te zijn? Hoe zal het over 10 of 20 jaar zijn? Hebben we dan nog gelegenheid om in vrijheid ons geloof te beleven en kerk te zijn? We weten het niet hoe het gaat. Maar dit visioen laat zien dat God regeert. Hij heeft alles in handen. Hij laat de horens ruimte maken voor de smeden. En uiteindelijk komt er ruimte voor het koninkrijk van God. Want dat gaat komen. Want die smeden zijn ook niet alles. Laten we maar eerlijk zijn. Maar het allerlaatste woord is aan Jezus. Dat is aan hem. Want eeuwen na dit visioen vond er nog een machtswisseling plaats. Dat was op Golgotha. En toen bleek dat de vijand eigenlijk niks te vertellen heeft. Maar alle macht en glorie is aan God. En het is denk ik ook mooi om daar nog wat over te lezen in Openbaring 5. En daar lees ik de eerste verzen van. Dus dat is dat stukje waar ik het over had, Masoud. Openbaring 5. En dan lezen we vers 1 tot met 6. Openbaring 5, vers 1 tot met 6. Dat is ook een visioen. Aan het slot van de Bijbel. Wat krijgen we daar te zien? En ik zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven. Dus in alle kanten beschreven. Er staat heel veel in. Verzegeld met 7 zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep, wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem kon inzien. En dan moet je beseffen dat die boekrol, die zo intens beschreven is, de plannen van God zijn. Daar ben je benieuwd naar. Wie gaat de boekrol openen? En wie kan het uitvoeren? Net zoals een testament wat op de tafel ligt bij de notaris. Hij moet de zegels verbreken. En er is een executeur testamentair die het moet uitvoeren. Er moet iemand zijn die het gaat doen. En dan staat er hier, ik huilde erg, zegt Johannes. Omdat er niemand werd gevonden die het waard was de boekrol te openen, te lezen of in te zien. Niemand kon hem openmaken en het doen. En dan? En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet. Zie, de leeuw die uit Juda, de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn 7 zegels te verbreken. En ik zag, zie, te midden van de troon en van de 4 dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht met 7 horens. En 7 ogen. Hier heb je het. Moment dat stil wordt in de hemel. Wie kan de plannen van God, de toekomstplannen van God, ja, wie kan het inzien? En wie kan het gaan doen? Johannes begint te huilen. Niemand die antwoordt. En dan wijst iemand hem op Jezus. De leeuw van Juda. Wow. Een leeuw, daar, wil, ja, daar word je wel bang voor. Een krachtig beest. Maar hij kijkt nog eens beter. Eigenlijk, laatste plaatje Jasper, is het een lam. Een lam met een snee in zijn hals. Zo werd een lam geslacht. En dat lam is het beeld van de Zoon van God. Die geofferd is. Die het offer van zijn leven bracht. En het bloed van Jezus, dat betekent redding. Dat betekent een nieuwe toekomst. En dat betekent dat de Satan niets meer te vertellen heeft. Die is de hemel uitgegooid, kun je in Openbaring 12 lezen. Hij brult hier nog wel wat in de wereld, maar zijn einde is nabij.
Jezus Christus is het lam dat zal regeren tot in eeuwigheid. De leeuw blijkt een lam te zijn. De kribbe en het kruis. Dat zijn de manieren waarop God deze wereld zal gaan veranderen en waarop alles anders wordt. Wat wij moeten doen, is kijken naar hem. En hij is machtig. Er staat hier dat hij 7 horens heeft. Nou, dat is nog wel even wat meer. En 7 ogen. Hij ziet alles. En zeer krachtig. En dan moet je letten op de tekst in Matteüs. Jezus gaat naar de hemel. Gaat het anders worden? En dan moet je letten op het slot van hoofdstuk 28. Daar staat: Jezus sprak tot hen: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Ga dan heen, onderwijst al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Let er eens op, 4 keer het woordje alles. Geen twijfel mogelijk, geen twijfel mogelijk. Degene die alle macht heeft en die ervoor zal zorgen dat Gods toekomst komt, is het lam dat geslacht is, de leeuw van Juda. Als die smeden komen, dan zeggen we: dank u wel, o God. Maar als we het lam zien, dan roepen we: halleluja, lof en alle eer en kracht zij Jezus Christus, die zijn eigen leven gaf om garant te staan voor de toekomst die God heeft beloofd. Dan gaat gebeuren wat God heeft gezegd. Lof zij het lam, die onze zonde op zich nam, wiens bloed ons heeft geheiligd, die dood geweest is en hij leeft, die het volk dat hij ontzondigd heeft in eeuwigheid beveiligt. Amen. Zullen we met elkaar luisteren naar het volgende lied, een gebed. O kom, Immanuel. Verlos uw volk, herstel het van ellende weer.
We gaan tijd nemen voor gebed. En we willen afsluiten met het bidden van het Onze Vader hardop. Voor degene die de tekst niet hebben, komt zometeen ook de tekst op het scherm. Dus dan misschien ook wel goed om Masoud. Jullie mogen ook in je eigen taal bidden, ook in het Farsi, prima. Wil je in het Nederlands bidden, dan komt de tekst zometeen hier. Ik denk dat het goed is om vandaag ook te bidden voor de zieken, voor de mensen die je wel heel lang moet missen. Lieg ook achterin een aantal kaarten om even je naam op te zetten. Doe het nog even, mocht je het nog niet gedaan hebben. Misschien is het ook, dat lukte eerder nog niet. Ook mooi om te noemen dat we hebben Merel even bewonderd. Die is er vandaag ook weer bij. Maar vandaag is ook Edwin erbij voor de eerste keer. En Sarah ook weer. We vinden het heel fijn dat dat weer gelukt is. En we zijn heel blij dat het goed gaat met jullie. We gaan ook samen op zoek nog naar een geschikte datum voor de doop van Merel en Edwin. Maar ja, gezien ons getal van 30 is dat nog een beetje puzzelen. Want je wil natuurlijk ook graag dat familie, vrienden erbij kunnen zijn. Dus dat komt dan nog wel. Zullen we samen tijd nemen om te bidden? Vader in de hemel, wat raakt het ons diep? Wat kunnen we ook van slag zijn in deze crisistijd? Wat duurt het ook lang? En dan zijn we ook geneigd om te kijken naar alle dingen die niet kunnen. Het geweld dat er is, onrecht dat ook gaande is in deze wereld. Maar ook hoe de kerk en ook ons geloof aangevochten kan worden. Misschien hebben we daar zelf echt wel last van. Geloof kan echt een geestelijke strijd zijn. Wat is het dan moeilijk om vol te houden? En wij willen u bidden. Wilt u de horens verslaan? En wil ruimte geven aan het werk van de smeden. Dat er rust kan zijn, vrede. Ook in landen waar nu oorlog is, waar geen democratie is en waar dictators het voor het zeggen hebben. O Heere God, wij smeken u dat het recht mag terugkomen. Dat er mensen op een liefdevolle en respectvolle wijze met elkaar omgaan. Dat de rechtspraak ook hersteld wordt in landen waar er nu geen ruimte aan gegeven wordt. Maar bovenal bidden we u voor de komst van uw koninkrijk. Het rijk van vrede, van shalom, waar alle verhoudingen weer goed zullen zijn. Wilt u ons ook helpen om daarvan te getuigen? Vader, wij willen u vandaag ook bidden voor alle gemeenteleden die we al maanden moeten missen. Die het niet aandurven om in de diensten te komen. En in het bijzonder denken we dan ook aan de zieken die er zijn. Wat duurt het voor hen lang? En wat is het lastig soms ook om het contact met elkaar te onderhouden? We willen u ook bidden voor mensen met een slechte gezondheid. En dan denk ik aan Arco en Cor en Joke. Aan Betsy en Sjaak en Nettie. Aan Jane en Leo en Corrie. Aan Maria Vonke en Maria Neven. Wilt u ook in deze moeilijke tijd bij hen zijn? Zo krachtgevende hoop in hun hart om vol te houden. Wilt u ze zegenen in de contacten die ze nog mogen hebben en in dat wat nog wel mogelijk is. Wij willen u ook bidden voor de ouderen in onze gemeente. En dan denken we aan tante Jane en Lies en Lilian. We denken ook aan mensen die angstig zijn in deze tijd en niet durven te komen, die het contact met anderen mijden. Wilt u ieder in de eigen situatie in het oog houden, helpen en beschermen. Wij willen u vandaag in het bijzonder bidden voor Ami Reza, de zoon van Reza en Shabnam, die deze week geopereerd moet worden, een ziekte van Crohn heeft. Al maandenlang maken ze zich grote zorgen over hem en zijn situatie. Vader, wij willen u bidden voor hem. Wilt u de operatie zegenen? Geef dat hij ook door deze ingreep er weer bovenop mag komen. Wilt u ook bij Reza en Shabnam als ouders zijn, dat ze ook uw hulp en zorg mogen ervaren. Maar wilt u zo bij hen als gezin zijn, en bijzonder bij Ami Reza, en hem sterkte en kracht geven en ook herstel. Wij willen u ook bidden voor Nemat en Angela, die deze week allebei het interview hebben met de IND, en zich langer voorbereid hebben, maar ook heel gespannen zijn. Wilt u ze rust geven, wijsheid en helpen en leiden met uw Heilige Geest. Vader in de hemel, zo zijn er misschien meer dingen te noemen en hebben we zo allemaal onze zorgen. Maar help ons om ons leven in uw handen te leggen. En help ons om op te zien tot
tot het lam dat geslacht is voor ons. En laten zo leven in de hoop en verwachting van de overwinning van uw koninkrijk dat komt. Dat bidden we u door Jezus Christus, onze Heer. Van wie we ook hebben leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, zoals in de hemel zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. We gaan luisteren naar het laatste lied. En het laatste lied is ook een lied dat gaat over onze God die krachtig is. Zijn koninkrijk zal zeker komen aan u alle macht en heerlijkheid en kracht.
Dank jullie wel. We zullen gaan staan voor de zegen. En laten we ons hart openen voor de zegen van onze God, die ik u en jou in zijn naam mag opleggen. De Heer zal je zegenen en hij zal je beschermen. De Heer zal het licht van zijn gelaat over jou doen schijnen en je genadig zijn. De Heer zal zijn gelaat je toewenden en hij zal je vrede geven. Amen. Laten we nog even gaan zitten en dan horen we van Petra hoe het allemaal zal gaan.